Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups and Down. Ik heb Jordi en Sam al naar school gebracht. Liam is op dit moment zijn jas uit aan het doen. En alles op zijn plek neer aan het zetten. Dat zijn we hem aan het leren namelijk. Kijk maar. Goed gedaan. En hij moet natuurlijk ook zijn broek weer uit hebben. Doe je broek uit, jongen. Goed zo, wat doe jij dat goed? Hij moet altijd zijn broek uit doen. Naar de winkel moet ik nog, maar ik red me op dit moment nog wel. Het kan goed zijn dat ik dat straks pas doe, als Niels thuis is. Ik heb de medicijnen van Jordi opgehaald, dat heb ik dan wel weer gedaan. En daar is de broek. Goed gedaan. Niet over je nek heen, goed opruimen. Ja, goed zo. Nee, dit is was. Dan moet ik ook hier opruimen. Dus, ja, dat. Ik ben kapot. Maar goed, hè? Soms moet je nou eenmaal dingen doen. En ik ben gewoon moe van mezelf. Dus dat komt goed. Onze ochtend bestaat vandaag voornamelijk uit knuffelen. 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 En etteren. Jordi wou vanochtend niet naar school. Maar ik heb net toch een foto gekregen. Die gaan jullie nu zien. Dat het toch lekker zijn ding aan het doen is. Jordi die had vanochtend last van buikpijn. Overprikkeling. Alles wat je maar kon verzinnen. Daar had hij wel last van. En ja, dat. Ja, het is de eerste week van school. Van helemaal niks naar heel veel. Dus ze hebben hem vandaag ook een beetje gelaten. Hebben ze ook al gezegd. En ze zijn daar super. Echt super. Ze zijn gewoon toppers. Stuk voor stuk zijn het daar toppers. En we hebben gewoon heel goed in de gaten wat de kind wel en niet wil. Ze gingen vandaag ook snoezelen. Dus ik denk dat Jordi dat wel heel fijn vindt. Oh, dat is lief. Oh. Maar goed, ik ga zo Sam ophalen. Dus dat betekent dat hij weer een broek aan moet. Altijd als hij thuis komt, trekt hij zijn broek uit en zijn schoenen uit. Ben je aan het doen, jongen? En dus dan moet hij daar ook weer aan. Sorry trouwens voor de mensen met een koptelefoon op. Mijn excuus. Echt, mea culpa. We hebben Sam opgehaald. Die zit lekker zijn tostietje te eten. Liam zit daar. Die heeft weer kapsones. Ja, kapsones als in de zin. Ik wil niet. Want we gingen Sam ophalen. En dat is ook het schooltje waar hij in ging. En dat maakt het zo lastig momenteel. Maar ja, hey. Het is wat het is. Wauw, Sammy. Zie je lekker lopen? Wauw. Vind je het mooi? Kom maar lopen. Kom nou. Oké. Kom maar lopen. Nu kijken naar Sam, Liam. Nu kijken naar Sam. Gaan lopen. Zo, stap zitten. Zo. Goed zo. Wauw.
Niks aan de hand. Pop je helpen? Ja. Kijk, Liam doet het voor. Je hoeft weg te. Een hele goede morgen. Niels die is werken. Ik ben met de Bambix Bende alleen thuis. Vanmiddag gaan we wel nog naar een vriend van ons. Die was vorige week jarig bij zijn verjaardag vergeten. Hij neemt hem niet kwalijk, gelukkig. Dus dat. Vanmiddag gaan we daar even heen. Was goed makertje, omdat ik zijn verjaardag vergeten ben. Oh, dit is echt schandalig. Normaal vergeet ik dat dus nooit, maar nu ben ik het vergeten. Nou ja, hè? Kleinigheidje uit toch? Dat. En wat we verder gaan doen. Ja, ik doe gewoon dingen in het huishouden en dat. Dat doen we niet. We zouden vandaag op bezoek gaan bij vrienden, omdat ik de verjaardag vergeten was. Ik kreeg net een appje en dat gaat niet door, want ze hebben daar iets gaande en ik weet verder niet wat. Dus ik kreeg er nog uitleg over. Nou ja, prima toch. Soms zijn er gewoon nou eenmaal dingen als je iets afspreekt en er komt iets tussen. Sommige dingen zijn gewoon heel belangrijk om er iets tussen te laten komen. Dus no hard feelings. Hey, het is zoals het is. Ik ga zo dadelijk heel even tosti's maken. Liam is in slaap gevallen, dus het is lekker rustig nu. En ik ga daar even tosti's maken voor Sam en Jordi. En als Liam wakker wordt, krijgt hij ook een tosti. Het is tijd. En dan denk je, waarvoor is het tijd? Tada! Dit zijn die popping balls. Boba tea, bubble tea. Bubble tea popping fruit parels. Dat zijn deze. Ik heb ze in aardbei. Ik heb appel. En ik heb mango. Tadaa. Deze hoef ik niet te koken of wat dan ook. Het is gewoon een kwestie van de dingen openmaken. In je glas scheppen en koude ijsthee en ijsklontjes en een rietje en blablabla. Ik persoonlijk vond deze het lekkerst. Als in de zin van wat ik heb geproefd. Die tapioca ballen die zijn natuurlijk ook lekker, maar het verzadigt me niet. Laten we het daarop houden. Dus ja, dat. Dus laten we het gaan maken. Ik ga ze niet allemaal openmaken, want dat vind ik zonde en daar zijn ze gewoon te duur voor. Ik ga beginnen met, laten we het veilig doen, aardbei appel. Laten we aardbei gaan pakken. Laten we aardbei pakken. Dat is voor mij het veiligste gevoel. Ik heb deze via bol.com besteld. Ze zullen vast wel ergens goedkoper te vinden zijn. Ik heb voor dit heb ik 39 nog wat betaald voor 3. Maar ja, het is alleen voor mezelf. Hè. Niels die vindt het helemaal niks. En die gunt mij wel hè, dat. Dus ja, laten we beginnen. Laten we beginnen. Ik heb hier mijn kersenthee. Die had ik al gemaakt vanochtend. Die heb ik in de koelkast neergezet. Het is hartstikke koud. Dus dat is goed. Ik heb mijn popping bubbles dinges. Ik heb mijn glas met mijn bubble tea rietje. En ik heb ijsklontjes. Deze heb ik ook al gezoet. Deze heb ik gezoet met honing. Persoonlijk vind ik dat vaak lekkerder. Suiker kan ook, maar ja. Als ik thee maak voor mezelf is het meestal met honing. Alleen, ja, de vorige keer stond erop suiker. Nou ja, dan doe ik het met suiker. Is niet vies, vind ik ook niet vies. Alleen, ik heb liever honing. Dus, maar goed. Dat gezegd hebbende, let's go.
Moment of Truth. Dit is natuurlijk kersenthee, hè. Ik ben niet zo dol op aardbeienthee, maar ik vind aardbeien op zich altijd wel lekker. Ja, dit is hem. Hier word ik nou helemaal gelukkig van. Ik word hier echt gelukkig van. Ja. Ja, ik word hier gelukkig van. Roos en hun kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar. Het zijn zulke balletjes. Mooi verhaal van juf. En als je kapot maakt, heb je dat. Hier zit een vloeistof in. Zo lekker. Mama is blij! Ja, ik word hier heel gelukkig van. Nou, een echte review. Ik heb er iets te veel in gedaan. Maar dat heb ik expres gedaan. Gewoon om voor mezelf eventjes te meten van hè, wat vind ik lekker. Maar ik word hier wel heel erg blij van. Zeker te weten van wel. En ik ben nu ook wel nieuwsgierig naar de appel en naar de mango. Maar eerst maak ik die aardbei op. Ik vind dat gewoon zonde. Als ik ze allemaal openmaak, dan zijn ze op een gegeven moment ook niet meer goed. En zo blijft het toch nog speciaal. Dus ja, want ze zijn nog wel even goed hoor. Ze zijn nog wel drie kwart jaar zijn ze nog wel goed. Dus wat dat betreft, ja, aanrader. Ik heb net 9 machines was opgevouwen. Sam zit hier. Niels zit daar. Jordi, die is ook ergens. Liam, waar ben jij? Liam die heeft alle knuffels rondom Sam verzameld. Die gaat iedere keer een nieuwe knuffel pakken. En daar neerleggen. En laat maar zien wat je de hele tijd doet. Laat maar zien. Laat maar zien. Jij doet grote broer dingen, hè? Je doet Sam duwen, hè? Goed zo! Yay! Grote broer dingen, hè? Ja, doet Liam lief voor jou, Sam? Grote broer zijn is heel serieus werk, hè? Dus ja, dat is hij aan het doen al de hele tijd. En Niels laat een dikke vette rug. Maar goed, de kinderen gaan zo lekker naar bed. En dan gaan we hier beneden even poetsen. En ja, dan is het de kwestie van banken, zaken en beleggingen. Een hele goede morgen. Het is zondag en we gaan weer lekker ontbijten. Jam, jam. Jij gaat ook ontbijten, toch? Liam was even knuffels aan pakken. Ze horen er allemaal bij. Ik heb boven alles gepoetst. Niels is nu met Liam even naar de speeltuin. Sam ligt in bed. Liam ligt in bed. En ik heb even rust. En ik ga even lekker liggen. Ik heb vandaag mijn dag niet. En dat mag wel eens. Ik heb gewoon echt zo'n gevoel de hele tijd. Ik heb gewoon heel veel pijn. En dat weet Niels. Dus ja. Dat. Dat betekent ook dat het vaak botst tussen mij en Niels. Maar goed, hè, dat kan. Gelukkig weet Niels al bekend 18 jaar hoe daarmee om te gaan. Dus ik
Prima toch? Papa ook getild? Wil je zelf wat doen? Is dat jouw tut? Ja. 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 Daar ligt Liam. Is hij al wakker, papa? Liam? Liam, ben je wakker? Of haal ik je uit je schoonheidsslaapje? Ja, Jordi is ook alweer wakker. Had wel leuk gehad op de speeltuin, toch? Misschien kunnen we na het eten ook even naar de speeltuin gaan met z'n allen. Die kan die krijgen. Ik ga niet naar de speeltuin toe. Je bent echt niet goed. Vandaag doe ik niet. Maar jij wou toch van de glijbaan? Ja, het is goed bij jou met je glijbaan. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb gewoon totaal niet veel gezond. Ik was zo moe. En ik had zoveel last van alles gisteren. Maar goed, het gaat een stukje beter. Ik ga zo Jordi naar school brengen. En ook deze vlog even afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.